Kurtjes BV draagt, met de door hun zelf ontwikkelde waterreinigingsmachines en grondwasinstallaties, een flink steentje bij aan het behoud en de bescherming van onze mooie en waardevolle natuur. Dit van oorsprong Essen bedrijf, met al hun enthousiaste medewerkers, zorgt ervoor dat ons vuile water weer helder wordt en het verontreinigde zand weer de echte zandkleur krijgt. Kurtjes BV uit Hedel staat voor kwaliteit en garantie. Thank you.
Beste dames en heren, ik mag u allereerst een heel gelukkig en gezond 2014 wensen. En we hebben dat eigenlijk al een beetje informeel aan de voordeur gedaan, maar ik doe dat hier nog een keer, omdat het een heel bijzonder jaar gaat worden. En het is ook gebruikelijk dat aan het begin van het nieuwe jaar er even teruggekeken wordt en een blik vooruit werpen. Wat gebeurde er eigenlijk in 2013? Ja, ik weet dat ze in Haren een nieuwe burgemeester hebben gekregen en dat ze die op 23 oktober hebben geïnstalleerd. Maar ja, wat ik ook begrepen heb, is dat in de gemeente Haren voor die tijd een groots en in stijlvol afscheid is genomen van mijn voorganger Frans. Frans, waar ben je? Oh, daar. En Annie. 2013 is sowieso een jaar van veranderingen. En veranderingen zullen zich ook in 2014 voortzetten. Zo zijn er allerlei ontwikkelingen rondom de gemeentelijke samenwerking in de Meierij. En de geplande ambtelijke fusie komt steeds dichterbij. En hoewel de coöperatie niet altijd even makkelijk is, wordt er hard gewerkt om de geplande datum van 1 januari 2015 te halen. En deze samenwerking moet er vooral voor zorgen dat wij als kleine gemeente minder kwetsbaar zijn en de dienstverlening aan u kunnen verbeteren. En ook ons kabinet kondigt allerlei veranderingen aan. Politiek Den Haag hervormt om de crisis te bezweren, heet dat dan zo mooi. Maar welk effect hebben deze veranderingen? Welk effect hebben ze op de gemeente en welk effect hebben ze voor uzelf? Zeker is dat er heel veel gaat veranderen. Op 1 januari 2015 verschuiven belangrijke taken en verantwoordelijkheden van het Rijk en provincie naar de gemeente. Ook de gemeente Haren wordt dan verantwoordelijk voor hulp of ondersteuning voor haar inwoners. En de voorbereidingen om deze taken goed te kunnen uitvoeren zijn in volle gang en wij willen graag samen met de inwoners dat doen. En u zult daar dit komende jaar ongetwijfeld nog meer van horen. Veranderingen, ze horen erbij. Veranderingen is de nieuwe continuïteit, heb ik u net horen zeggen. En dat is waarschijnlijk ook zo. Veranderingen kunnen misschien lastig zijn en onrust veroorzaken, maar kunnen vooral je horizon verbreden en je nieuwe mogelijkheden laten zien. En veranderen, dat doe je samen. Zo ook de opzet van deze nieuwjaarsbijeenkomst. Er zijn veranderingen. In de eerste plaats mogen we hier een aantal nieuwe inwoners begroeten, die in het afgelopen jaar in onze mooie gemeente zijn gaan wonen. Zijn die hier aanwezig en mag ik hun handen zien? Kijk, kijk. Mensen, kijk goed naast u. Dat zijn de nieuwe inwoners van Haren. En geef ze hetzelfde warme bad als dat ik hier mag ervaren. En voorheen werd er voor u, ja, dat is dan wel weer een beetje jammer, dan bent u nieuw en dan gaat er meteen van alles veranderen, werd er voor u een aparte bijeenkomst georganiseerd. Maar het leek ons gewoon beter, voor uzelf ook, om u hier op de nieuwjaarsbijeenkomst uit te nodigen, zodat u wat sneller contacten heeft met mensen om u heen. En ik heb dat zo al een beetje gezien, dat gaat helemaal goed komen. Als u straks weggaat, maar ik wou zeggen, blijf nog even. Maar als u straks weggaat, willen wij u als gemeente een pakketje aanbieden waar een aantal informatie in zit van de gemeente, maar ook van de ondernemersvereniging. En Monique, die weet waar de pakketjes staan. Dus als u weggaat, Monique even aanschieten, dan krijgt u dat mee. Maar nogmaals, blijf gerust. Nog meer veranderingen. Een aantal jaren huldigden we Harense sporters op nationaal en internationaal niveau die een podiumplek hadden behaald. En dat leverde een aantal mooie huldigingen op. En toch hebben we besloten om deze vorm van huldigen stop te zetten. Omdat bleek dat vaak slechts een klein select groepje sporters aan onze criteria voldeden. En wij willen namelijk alle sporters van de inwoners door het hele jaar heen toejuichen. Ook degene die dan geen nationaal of internationaal kampioen zijn geworden, maar wel lekker sportief bezig zijn en voor zichzelf wel doelen halen. En sommige tradities, ja, die moet je wel koesteren. En dat doen we dan ook.
Al jaren worden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Per dorp was er een comité actief dat deze vrijwilligers voordroeg. Zo ook dit jaar. En dat was het laatste, de laatste keer. Want mede op het verzoek van de comitéleden hebben we besloten om volgend jaar uiteraard wel de vrijwilligers te huldigen, maar het systeem voor de selectie daarvoor te veranderen. Maar natuurlijk willen we die comitéleden niet zomaar laten gaan. Ik zou heel graag in voren hebben uit S, Joop Verhees, Francine Olieslager en Jolanda den Outen. En uit Helvoort, Paul van der Brand, Harry van Hal en Gerard Schellekens. Uit Haren, Mari van Oorschot, Jan van Lieshout en Francine Vermeer. En uit Biezenmortel, Marinus Matthijsen. En dan is het nu tijd voor de vrijwilligers zelf. Ik zou heel graag van voren hebben mevrouw Desiree Bekkers uit Timmermans Bekkers uit S. U zit al 15 jaar in Sint-Willibrordus parochiebestuur. U verzorgt daar de huwelijks- en afscheidsdiensten. En u gaat als begeleider enkele malen per jaar mee naar Lourdes. En de Sint-Willibrordus-parochie ligt u na aan het hart. U bent ook al bijna 10 jaar vrijwilliger bij de terminale zorg. Een organisatie die doordat u de zorg van de zieken even overneemt van de mantelzorgers, kan mogelijk maken dat de mensen hun laatste levensfase thuis kunnen doorbrengen. Maar u bent zelf ook mantelzorger van uw moeder. En daarnaast heeft u nog tijd voor allerlei andere activiteiten, zoals zingen in koor, werken in het bedrijf van uw man en collecteren voor de Nierstichting en lid zijn van een carnavalsvereniging. En natuurlijk ook nog de zorg voor het gezin. Ik kan niet anders zeggen dat u bent flexibel en u voelt zich verantwoordelijk en u bent er als het nodig is. En daarom willen wij u graag huldigen als vrijwillig van het jaar 2030 in de categorie maatschappelijke dienstverlening. Thank you.
Ja, en dan nu de heer Mari van Heesweek uit Helvoort. Mari, jouw vrouw heeft een bacteriële infectie en is daardoor beperkt in wat ze kan doen. Maar ze is hier gelukkig wel en daar zijn we ontzettend trots op. En daarvoor zorg je al vele jaren en voor je vrouw en voor het huishouden. Eerst in Haren en later in de aangepaste woning in Helvoort. En inmiddels zijn de kinderen groot, maar toen ze klein waren had je ook die zorg er nog bij. Met je moeder. En je vrouw wordt vaak opgenomen in het ziekenhuis en dan ga je op het fietsje ernaartoe en dan zorg je gewoon dat je er bent. En natuurlijk heb je ook nog werk. Ik heb begrepen dat je bij de bakkerij in Biesemortel werkt, vaak in de nacht, maar dat ook allemaal op het fietsje doet. En dat vind ik toch wel heel knap van je. En zonder te klagen. Integendeel, je staat bekend als een aardige, belangstellende man. En daarom wilden we je huldigen als vrijwilliger van het jaar 2013 in de categorie mantelzorg. Ja, dus ik heb wat bot, ja. Mag ik juist. Ja mensen, we hebben er nog twee te gaan. De heer Johan van Os uit Haren. Kijk. Johan. Ja, eigenlijk moet ik zeggen Nemelaar. Ja. Want je vader was kantinebeheerder en het voetballen werd je met de paplepel ingegoten. En natuurlijk had je er natuurlijk voor kunnen kiezen om gewoon voetballer te blijven. Maar ja, dat paste eigenlijk niet bij jou. Je voelt je zo betrokken bij de Nemelaar. Je bent een kanjer voor de Nemelaar familie. En overigens, zonder de steun van je vrouw, die, hoe kan het ook anders, je bij de Nemelaar hebt leren kennen, en de steun van je gezin, zouden al deze activiteiten voor de Nemelaar niet mogelijk geweest zijn. Want het is een hele lijst. Ik zei het net al, actief voetballer. Als ik er een vergeet, moet je me corrigeren. Ja. Oké. Leider, trainer, bestuurslid, organisator van toernooien. En je bent zelfs een zeer gewaardeerd assistent scheidsrechter. Niks vergeten, hè? Niks vergeten, goed. En ik heb ook begrepen dat je al bijna, of al eigenlijk 500 officiële wedstrijden hebt gevlagd. Ja. En dan zorg je ook nog voor de koffie voor de wedstrijd en het biertje na de wedstrijd. Kortom, de Nemelaar doet nooit een vergeefs beroep op je. En daarom wilden we dit jaar ook dan decoreren als vrijwilliger van het jaar 2013 in de categorie sport. Ja, dankjewel. 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 Ja
Ja, en dan de laatste vrijwilliger, de heer Roland van der Pas uit Biezenmortel. Wat ik begrepen heb, en ik kan het haast niet geloven, maar u was al 20 jaar bij de scouting, de paraplu, actief betrokken in Biezenmortel. Als leider, ja. Ja, als verkenner en Roan Sherpa-leider. Nou moet u mij eens vertellen, wat is een Roan Sherpa-leider? Tegenwoordig heet het Explorer. En dat zijn jongens en meisjes van 13, 14 jaar oud tot 17 jaar oud die actief met scouting bezig zijn. Weer wat geleerd. En u ook. En in 2013 ben je gestopt met deze activiteiten, maar dat betekent niet dat je geen vrijwilligerswerk meer doet. Je bent inmiddels voorzitter geworden van de judoclub, Yoshi. En je bent ook wekelijks aanwezig bij de trainingen. En voor deze bevlogenheid is de vereniging opnieuw gegroeid en actief geworden. En daarnaast ben je al vanaf oprichting lid van de dorpsraad in Biezenmortel. En het dorp is duidelijk belangrijk voor je en je wil je steentje meedragen aan de ontwikkeling en de leefbaarheid van Biezenmortel. En daarom hebben we gekozen dat we jou willen huldigen als vrijwilliger voor het jaar 2013 in de categorie sociaal-cultureel werk. Ik heb daar met mijn hand. Ja, dat is een dikke hand. Ja, dat is een dikke hand. Ja, ik wil één ding zeggen, al die dingen die ik doe, die doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met talloze andere vrijwilligers. En ja, eigenlijk zie ik dit ook als het bedankje aan hun. Dus ik kan het niet alleen. Mooi. Het zo Holland. Oh, sorry. Ja, beste mensen, vrijwilligerswerk. Het is enorm belangrijk. Zonder belangeloze inzet van onze vrijwilligers is het voor veel gezinnen, instellingen, verenigingen en andere organisaties onmogelijk om goed te kunnen functioneren. En niet met alle nieuwe op handen zijnde ontwikkelingen wordt het vrijwilligerswerk nog belangrijker. We worden immers een participatiesamenleving, zoals onze koning het al memoreerde in zijn kersttoespraak. Een participatiesamenleving waarin iedereen die het kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven, maar ook voor zijn of haar omgeving. Zonder daarbij alleen maar op de overheid te leunen. Een participatiesamenleving kan alleen maar floreren met behulp van ons allemaal. Laten we zorgen voor de leefomgeving waarin iedereen zich prettig, veilig en geborgen voelt. Ja, en nu zitten mijn woorden erop. En deze prachtige vrijwilligers laat ik aan u om te feliciteren. Ja, ik heb het nog niet op rechts.
Thank you.